Het is alsof de zon het weet dat het een fantastische dag is, want dit is een nieuw seizoen van Relax. En ik ben vandaag de gast bij niemand minder dan Dana Winner. Ze heeft mij thuis hier uitgenodigd. Ik ben heel benieuwd wat ze allemaal te vertellen heeft. Hallo, hallo Dana. Hallo. Oh, super fijn dat ik hier mocht komen. Ik ben echt heel blij. Het is een hele eer. Zeg, heb je ergens een gezellig plekje waar we ons kunnen nestelen? Waar de zon schijnt, dus we kunnen buiten zitten. Hè? Super, doen we. Kom binnen. Dank u wel. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sounds of silence. Ha, dat kan toch niet eens maken, hè? Absoluut. Zeg Dana, je hebt mij uitgenodigd voor een toch wel een speciale gelegenheid. Hè? Je hebt volgens mij een soort van unicum gedaan met twee online gestreamde optredens die je hier hebt opgenomen. We hebben die hier opgenomen. De bedoeling was, oké, we gaan die op voorhand opnemen. Mm-hmm. We gaan die uitzenden op 27 augustus en 3 september. Ja. Maar de mensen kunnen nu natuurlijk nog blijven eigenlijk opvragen. Want dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. We hebben gemonteerd en gezorgd dat het eigenlijk in een heel mooi pakket ligt. Ja. Ik wilde eigenlijk ook iets opnemen waarvan ik het gevoel had, dit is heel waardig om te tonen wereldwijd. Ja. Want we willen het vooral naar iedereen sturen. En dan heb ik eigenlijk de gast aangesproken die ook liefde voor muziek heeft opgenomen, Hans Pannekoeken. Mm-hmm. En dan dachten we van, we gaan dat hier doen. En dan zijn we gaan zoeken, waar kunnen we dit het beste opnemen? Want we moesten met alles een beetje rekening houden. Het zou misschien gaan regenen. En dat heeft het ook gedaan. Ah, ja, dus we hebben alles een beetje moeten aanpassen die een dag. Maar daardoor kwam eigenlijk ook alles vrij spontaan. Ja. And the signs and the words of those prophets are written on the subway walls and tenement halls and whisper in the sounds of silence. We hebben eigenlijk alles op een hele leuke manier kunnen doen. We hebben een barbecue gedaan. Het is een vermis dat we al die beelden genomen hadden. Ja, moesten we natuurlijk een montage maken, want anders hadden we uiteraard een livestreaming kunnen doen. Maar dan moeten de mensen ook exact op dat uur het bekijken, want anders kunnen ze het niet meer zien. Hè. En we dachten van, we gaan een lage instapkost doen. Dat iedereen ervan kan genieten, maar we gaan het wel in hoge kwaliteit aanbieden. Ja. Won't you tell me why? Was het een idee dat helemaal van jou kwam of samen met jouw team? Nee, ik ben zelf nogal een creatieve. Ik kan ook niet stilzitten. Nee. Ik word zot, hè, want begin van de lockdown dacht ik, dat gaat niet zo lang duren. We vliegen er even keihard in. Dan zijn we hierover beginnen verbouwen. Ik heb met een bureau verbouwd, dus ik ben beginnen parket leggen en zo. Maar ik vond het eigenlijk wel tof, want dat was sowieso iets anders dan dat we eigenlijk altijd gewoon waren. Want ik zat in die rush van die optredens en dat kon dan niet meer doorgaan. Ik dacht van, we gaan eens even iets anders doen. En dat beviel mij eigenlijk wel goed. Maar na een tijd begon die lockdown zo lang te duren. Dat ik dacht van, dat is eigenlijk toch ook niet wat ik wil. Nee. En ik wil heel graag blijven zingen. Ja. En dit hier, die opnames maken, is echt een hele grote uitdaging geweest. Maar omdat we met een ploeg zaten waarvan ik dacht van, ik neem allemaal professionele mensen die weten hoe dat de vork in de steel zit. En dan vliegen we erin, hè. When your day is long and the night is yours alone. Hier hebben we dat ook maar klein gedaan, Katje. We waren hier maar met twee muzikanten. Twee. En dan had ik nog geluk dat de gast die eigenlijk het geluid mixte, dat hij ook heel goed kan zingen. Dus die heeft dan het koor meegedaan. Dus we hadden eigenlijk met een gitarist die ook piano speelt. Ja. Dus we waren eigenlijk wel een beetje multifunctioneel, wat goed was. Maar daardoor hebben we eigenlijk een leuke opname kunnen maken. For as long as I shall live, I will testify to love. I'll be a witness in the silence when the words are not enough. With every breath I take, I'll give thanks.
zou dit jaar een sportpaleis vullen. Is dat nu jammer dat dat helemaal afgelopen is? Ja, dat is het. We zitten nu eenmaal in heel bizarre tijden. Een mens kan zich dat eigenlijk niet voorstellen totdat ze hem daar eigenlijk in zit. En dan was het van, ja, ik weet nu dat we het allereerste optreden, wat dat geannuleerd werd, toen reden wij naar Nederland een theater doen. En toen bellen ze ons op, ja, we willen juist de Nederlandse grens overrijden. Ik zeg van, ja, je moet niet verder rijden, want het kan niet doorgaan. Maybe there is a God above, but all I ever learned from love is how to shoot someone to my dream. Het is pure onzekerheid eigenlijk, hè, voor heel veel mensen. Hè? Absoluut. Maar voor artiesten in het bijzonder, hè, want dat leeft nu heel erg, dat artiesten opkomen voor... Ja, wat hebben we nog? Wat kunnen we nog krijgen? Ja. Maar jij neemt de koe bij de horens, heb ik de indruk. Hè? Is dat echt iets aard van beestje? Ja, ik heb dat een beetje meegekregen. Toen was mijn 5 kinderen, pas op, dan is er wel een begankenis. Ik moet u dat niet vertellen, jij weet dat ook. En op zich is dat wel leuk, want je hebt heel veel interactiviteit. En ik heb dat voor een stuk ook nodig. Ik heb nu maar 1 dochter en soms denk ik van... Shit, wij zaten vroeger thuis met 7 aan tafel. Nu zitten we met 3 aan tafel. Ja. Ja, het is toch een verschil. Halleluja. I was standing by my window on one cold and cloudy day when I saw had je precies gekozen om het hier thuis te doen? Oh ja, weet je, iedereen zit een beetje thuis en wij dachten van laat ons een beetje delen met elkaar dat wij ook thuis zitten. Ja. En dan dachten we, dan heb ik Hans Pannenkoeken naar hier laten komen en dan hebben we gekeken van wat zijn de mogelijkheden. Kunnen we het achteraan doen met het kampvuur, maar toen dachten we van dit is zo'n leuke binnenkoor. Maak daar gebruik van, ja. En dat hebben we dan gedaan. Ja, heel gemoedelijk en gezellig, hè? Ja, en dan de rest van de beelden. We hebben dan ook van achter in de moestuin gegaan. Keep thinking about how it ended. And it hurts even more every single time. Toen heeft het ook geregend, zei je? Oh ja, toen hebben we eigenlijk pech gehad, want toen in Amerika begon dat te regenen. En dan hebben we moeten wachten tot 7 uur. Voordat we eigenlijk zijn samen kunnen gaan eten. Ja. Ja, dus alles heeft redelijk, is redelijk verlaat. Ja, ja, ja. Nu, de voorbereidingen naar de barbecue toe. Want ja, iedereen moest toch eten. Iedereen zat echt wel met een honger. Dan dachten we, oké, laat ons dat dan doen. En dan zijn we hier naar de moestuin gekomen. En dan heeft onze moeder samen met mij geholpen om de sla te kussen en de tomaten te snijden en de aardappelen. Ja, mama was er ook bij. Het is echt familie eigenlijk. Ja, dan moesten we toch een beetje het... ja, weet je, we zijn ook familie, hè. One way wind, one way wind. Are you trying to blow my mind? One way wind, one way wind. Heb jij groene vingers? Nee, eigenlijk niet zo, maar ik zie het wel graag. Ik zie heel graag groen, maar ik laat het ook graag gewoon zo'n beloop gaan. Zoals, ik vind dat wel schoon, maar dan vind ik het toch wel leuk om nu eens af en toe een sla te komen halen of eens wat ajuin of wat selder. Ik vind dat echt wel heel fijn. Maar dit onderhoudt zichzelf toch niet? Nee, het onderhoudt zichzelf niet. Ik zou niet weten welke er maar aan beginnen. We hebben bewust bedjes gemaakt. Ja? Om bedjes om... Als je dan water geeft, dan blijft het wel beter geconcentreerd. Ja. Dat is de reden waarom mijn druifjes en alles dan goed. Pas op, hè. Amai, maar ongelooflijk. Ja, ik heb nog niet vaak zo'n mooie moestuin gezien. Ja, hij ziet er goed uit. Ik moet zeggen, van, we zijn content met hoe dat eruit ziet.
het zingen zelf, ja, had je daar zenuw voor? Want het is toch een totaal andere setting. Wij hadden... Dat was verschrikkelijk. De spanning was te snijden, omdat... Ook al is het een vooropname, je wilt dat dadelijk van de eerste keer goed doen. Ja. He, want het is eigenlijk een concert wat je opneemt. En dat moet, ik wou ook dat af was, ja. Dat goed was. En de muzikanten waren redelijk zenuwachtig. Ik was ook zenuwachtig. Maar ja, door dat ging eigenlijk goed. Ik moet eigenlijk zeggen dat goed ging. Dus in het begin was het zo wat aanpassen. Hoe gaan we het doen en zo. Maar het was eigenlijk, ja, het is eigenlijk heel goed gegaan. Ja. En dan achteraf, als je terugziet, was je tevreden? Ik ben eigenlijk begonnen met een lach op mijn gezicht. En ik ben ook gestopt met een lach op mijn gezicht. Ja. En toen zei Hans Pannenkoek ook nog van zo van... Eigenlijk is dat fijn om je te zien hoe dat je ervan genoten hebt. Ik zeg, ja, ik heb er eigenlijk ook van genoten. Ik zeg, ik ben nu eigenlijk aan het nagenieten van die dag zelf. En het is eigenlijk tof geweest. We gaan ook nog een paar mensen laten meegenieten. Ja, heel graag. Gewoon, zo, door jou aangeboden. 5 mensen mogen... Ja. Gewoon van jou kijken. Ja, die krijgen dus eigenlijk een code. En met die code kunnen die mensen inloggen. En kunnen ze dus de show zien. Ja, en heel daarvoor moeten ze alleen maar naar onze website gaan. Dus zo simpel is het. En het wedstrijdformulier invullen. Ja. En dan geven wij dat met veel plezier cadeau. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your lekker stukjes gitaar deden. Oh, daar zeg ik nooit nee tegen. Oh, oh, fantastisch. Ik ga al voor. Ja. Ik weet de weg. Amai. Ik kan me niet herinneren dat ik zo goed verzorgd ben geweest ergens. Je bent in Limburg of je bent het niet, hè? Ah, dat is waar. De Limburgse gastvrijheid, ja, is dat, hè? Ja, een Limburgse taart. Zo. Ik was bij de bakker. Ik denk van, ja, Hans Katja die kon op bezoek. Ik moet toch iets gaan halen. En dan dacht ik van, lekkere taartjes, geniet ervan. En mag ik ze alle twee hebben? Je mag ze alle twee hebben. Yes! Zeg je dat? Nee,